De koude en donkere dagen staan weer voor de deur. En dat is natuurlijk bij uitstek de tijd om eens extra om te kijken naar je medemens. Bij Nijmeegse Bakkerij helpen ze hun klanten daar een handje bij. Namelijk met de verkoop van uitgestelde koffie. Wij doen aan uitgestelde koffies. En dat betekent dat mensen die mogen dan een extra kopje koffie of een stukje taart afrekenen. Die schrijven wij op een post-it en die hangen wij op het raam. En als er dan iemand langskomt die weinig of geen financiële middelen heeft, dan kunnen ze die post-it pakken en dan krijgen ze dat kopje koffie of dat stukje taart. Een klein gebaar met een grote impact. Ergens lekker een kopje koffie drinken is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. We vinden het heel belangrijk dat iedereen gewoon recht heeft op een beetje luxe, op echt een goede kop koffie, op een lekkere cappuccino en een goed stuk taart. Maar ook omdat heel veel mensen eigenlijk wel iets goeds willen doen voor een ander, maar niet goed weten wat. En op deze manier is het iets kleins wat heel simpel is eigenlijk. Je trakteert iemand anders op iets lekkers en op die manier kun je toch iets voor een ander betekenen. Een kopje koffie is natuurlijk lekker, maar de actie draagt ook op een andere manier bij aan een warm gevoel. Iedereen is eigenlijk heel erg enthousiast. Veel mensen zeggen van ja, dit hadden we veel eerder moeten weten of dit zou veel vaker moeten gebeuren. En mensen die uitgestelde koffie gebruiken, die vinden het vaak heel erg fijn om iets lekkers te krijgen. Maar we horen ook heel vaak dat ze het fijn vinden om gewoon eventjes ergens te zitten. Om eventjes gewoon een uitje te hebben. Of om gewoon van een dakloos worden een tijdje geleden. Die vond het heel erg fijn om ook eens een keertje een gesprek te hebben met andere mensen dan andere daklozen om zich heen. Dus het heeft heel veel verschillende functies.